Ik ga straks even in de Hema kijken. Kijken of ze nog leuke nieuwe dingetjes in de winkel hebben staan. Dus als je het leuk vindt, kun je meekijken. De etalage is weer mooi ingericht. Het Halloween thema. Dus dat verwacht ik ook binnen een beetje aan te treffen. Een heleboel snoep. En hier zijn we dan inderdaad bij het Halloween. Allemaal sieraden, oorbellen met spookjes. En dan haarbanden. Even kijken. Het zijn lichtslingers. Oh ja, dit is die spin. Kijk, dit zijn raamstickers. Dan heb je spinnenwebben op het raam. Dit is snoep in Halloween thema. Spooky mellows. Hier kun je kaarsjes in doen, denk ik. Oh, dit is een tafelkleed van Kant. Kant look. Beetje voor de spooky vibe. Slingers. Hema heeft ook weer mooie plantjes. Ik heb er laatst ook één gekocht bij Hema. En kleine cactussen. Slaapmaskers. Een heleboel keuze, allemaal fluffy. Oh, dit is een schattig theepotje. Dat is leuk. Het is allemaal een beetje met de poesen en de beren. Snow globes. Het liefst wil je ze allemaal even schudden natuurlijk. Zo'n beweging hoor. Waving dog, zwaaiende hond is het. Portemonneetjes. Een sleutelhanger eraan. Een koptelefoon. Met poezeloortjes. 15 euro. De mokken en de sokken. Nog een koptelefoon. Snuggle headphones. Lekker zacht. Wat is dit? Oh, washi tape. Op een leuk pandaatje. Speelkaarten. Dit is van Calvijn. Dit is ook allemaal heel fluffy en ook weer poesjes. Heel zacht en knuffelig.
Dit is een tocht rol. Hoe heet dat eigenlijk? En, lijkt op een labradoodle. Een snuggle blanket. Ja, het is een hond. Wat is dit dan? Weer een poes. Ik sta nu even bij wat kantoorartikelen of schoolspullen eigenlijk meer. Notitieboekjes. Weer genoeg keuze. Dit is een laptop, hoes en tas. Hier liggen nog sloffen. Weer een konijnenetui. Holiday planner. Retro speaker. En dit is een powerbank. Ik sta even bij de verzorgingsproducten. Lijkt allemaal weer een beetje een nieuwe collectie te zijn. Kaarsjes. Dit is nog een beetje leftover van de zomer, denk ik. Dat is ook in de aanbieding. Hier staat een toaster. Wat is dit? Magnetische vaasjes. Nou, waar zou je die op moeten zetten dan? Een heleboel geurkaarsen. Spice en Dawn en linen. Linen, moet ik misschien zeggen. Nog meer geurtjes. Voor de kinderen ook allemaal weer lekker warm spul. Lekkere warme pyjama's. Nieuwe winterjassen. En de bekende regenjassen. Sjaal. Make-up in de aanbieding. Even een blik op de damesmode. Staat van alles en nog wat eigenlijk. Wat is dit? Een fotolijstje. Hier staat een koffiezetapparaat. En ook een heleboel koffie erbij. Verschillende smaken. En ook wat hapjes en wat koekjes. Hier heb je ook tochtrollen.
En bloembollen. Ja, hier staat echt van alles en nog wat. Er zit niet echt een logica in. Verder. Leuke bekers. Dit is een deurstopper. Hallo. Hier staat een heleboel van Nijntje. Een boek. Nijntje in de herfst. Een lichtslinger. Dit is een... wat is het eigenlijk? Dit is een tas. En... beddengoed. Nou, dat is denk ik een hoeslaken. Even kijken bij het speelgoed. Vijf december is weer een aantocht, dus... speelgoed wordt weer helemaal aangevuld nu. Heel veel Lego ook. Kijk, hier ligt nog één. Mooie Barbies. Spelletjes. Hey, Mr. Bean. Knuffel van Mr. Bean. Ik weet niet meer hoe die heet. Mooie grote poppen. Escape room. Tie-dye. Mooie lashes. Dit zijn pyjama broeken. Voor dames. En jassen. Ziet er zo uit. Nekrollen. Dit is meer voor baby's. Hydrofiele doeken en zo. Kattenmeubel. Ik zal nog even laten zien wat ik heb gekocht. Het is niet veel. Ik heb bij de Hema eigenlijk alleen maar een koolsjaal gekocht voor mijn dochter. En bij de Kruidvat heb ik een nagelverharder gekocht van Catrice. Dit was dan weer het einde van mijn shoplog. Als je het leuk vindt kun je abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je weer bij een andere video. Doei!